Op fietsvakantie heeft dit hele kleine spiegeltje aan mijn helm heel veel goede diensten bewezen. Echter, iedere keer van ver weg naar het spiegeltje focussen vind ik toch niet heel comfortabel. Nou, Garmin heeft daar een oplossing voor. De Varia fietsradar. De Garmin Varia bestaat uit twee delen. Zeg maar de radargedeelte, dat zit onder het zadel zometeen en is tevens ook nog een achterlicht en zijverlichting. En ja, het gedeelte dat op je stuur bevestigd wordt, waarin je kan zien wanneer een auto dichterbij komt. Nou, daarover later meer. Eerst gaan we hem eens even bevestigen. En bij gebrek aan een hele mooie trekkingfiets bevestigen we hem voor de verandering op mijn hele mooie oude studentenfiets. De bevestiging is echt kinderwerk, want Garmin levert er genoeg dingetjes bij om hem overal te kunnen plaatsen. En het werkt met elastiekjes en in één geval met een schroefje. Nou, die bevestiging van het apparaatje zelf is gewoon een kwartslag. Draaien. Nou, en achter gebruik ik de hard kunststofklem die Garmin erbij levert. En dan is het gewoon een kwestie van ook hier even zoeken waar die was. Kwartslag draaien. En aan! Lijkt wel Kit van Knight Rider. Nou, en dan moet natuurlijk voor de unit ook aan. En dan zie je al de streepjes die lopen op. En het blauwe lampje dat brandt, dat de Bluetooth connectie met achter werkt. Nou, dan gaan we nu eens fietsen. Ja, dan zie ik dus op mijn radarreflectortje dat hij begint op te lopen. En dat hij me dus nu voorbij komt. Ja, dat werkt dus fantastisch. De Garmin Varia fietsradar. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het een topding. Vanaf 140 meter afstand geeft hij inderdaad feilloos aan of er een auto achterop gereden komt. Klein dingetje, als je de bocht doorgaat, ja, dan detecteert hij een auto natuurlijk later. Heb je een zijweggetje, nou, dan kan het dus opeens zijn dat die auto echt van achter hem meteen komt, maar hij detecteert hem nog steeds. En wat ik ook erg mooi vind, is dat dat achterlichtje van de radar zelf aan automobilisten laat zien dat jij er bent. Want hij gaat feller branden naarmate de automobilist dichterbij komt. Nou, dat is natuurlijk een goede signaalwerking. Ja, dan tot slot de prijs, €299. En dat vind ik best stevig voor dit apparaat. Maar ja, het doet niks af aan zijn werking. En weet dan ook nog dat de Varia koppelbaar is met alle Garmin Edges. Zodat je ook die combinatie nog kan gebruiken. Nou, het komt natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede. Ja, en als je een beetje inventief bent, dan maak je van een bike radar gewoon een running radar. En ook die werkt. Super!